En het personeel van de NV Scheepvaartmaatschappij Suriname, SMS, heeft zijn acties die de vorige week waren begonnen, grotendeels opgeschort. De komende 2 weken worden de ontwikkelingen met betrekking tot de besprekingen met de regering goed gevolgd, alvorens de acties geheel zullen worden afgewend. De aanleiding van de acties was de late uitbetaling van de salarissen van de afgelopen maand. Ook het uitblijven van de betaling van de ziektekostenverzekering was een issue. Volgens de penningmeester van de bond, Etienne Evert, wordt het personeel op maandbasis verzekerd en was dus verstoken van medische hulp. We willen concreet worden eigenlijk, want we zijn een principeakkoord met de directie. En die moet getekend nog door de raad. Maar wij horen van, dan is er geen financieel, dan is er... Maar goed, we hebben afgesproken met de moederorganisatie. En ik heb het verteld aan die voorzitter van de moederbond. Want daar zijn we aangesloten. Het personeel werkt deze 2 weken met aangepaste tijden, zegt Evert verder. Na deze 2 weken kijkt het personeel hoe verder en of de acties weer worden opgepakt. Laten we hopen dat het goed komt, omdat als werknemer is dat altijd voor een positieve zin. Ja. Dus erg worden, ik zou niet zeggen direct erg worden, maar laten we hopen dat we alles in orde kan plaatsvinden. En hoe verlopen de werkzaamheden tot nu toe? Alles gaat wel redelijk goed? Voorlopig wel, maar we werken tot van 7 tot 11 uur. Dat is de beraad. Systeem van ons. Aldus Etienne Evert, penningmeester van de bond van het personeel van de NV Scheepvaartmaatschappij Suriname. De bond heeft de gevoerde acties die vorige week waren begonnen grotendeels opgeschort. De komende 2 weken worden de ontwikkelingen met betrekking tot de besprekingen met de regering gevolgd, alvorens de acties geheel zullen worden afgewend.